Nee, gewoon omdat het kan, zijn we dit niet aan het filmen. Oké, hier hebben ze. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Chrisja en ik ben super blij. Maar echt blijer dan dat ik ben. Bestaat gewoon bijna niet. Ik denk zelfs dat het gewoon helemaal niet bestaat. Want er was dus iets wat ik al heel vaak gezegd heb. Ik kan dit niet vertellen of ik mag dit nog niet zeggen. En dat mag ik nu eindelijk vertellen. Vera en ik hebben een boek geschreven. En dat gaat uitgegeven worden. Dus we gaan hem nu nog wel volledig corrigeren. Alle fouten moeten eruit zijn. Overal moeten aanhalingstekens staan. Wat moet er nog meer? Nou, voor de kaf moet gekeken worden of die goed is. Maar het is in principe gewoon, het verhaal is af. We hebben toestemming dat die uitgegeven kan worden. Dat die goed genoeg is. Dus dat is natuurlijk helemaal geweldig. En ja, ik ben dus gewoon echt helemaal blij. Dus ja, ik heb het wel heel druk. Daardoor. Maar ik ga natuurlijk gewoon vloggen. Ik ga gewoon laten zien wat ik per dag doe. En wat ik ga doen. Het is natuurlijk bijna vakantie. Ik ga gewoon doen wat ik leuk vind. En het wordt gewoon helemaal geweldig. Dat weet ik niet al. Ik ben echt blij. So, al te erg zorgen. Hè? Al te veel zorgen. Ik ben bezig met de laptop aan het opstarten. En mama die is bezig even met wat dingen doorlezen van het boek en het corrigeren. Dat heb ik echt, ik denk dat ik daar al 3 uur mee bezig geweest ben. En nu heb ik echt zoiets van, ik heb nog een vlog te editen en ik moet nog meer dingen doen vandaag. Dus nu neemt zij dat even van mij over en dan ga ik editen. Oh, en dan gaan we straks, ja, zij kan niet editen, maar dan dan gaat dit als het goed is gewoon normaal opslaan. En dan gaat mama dan gaat mama iets voor zichzelf gaat doen. Gaat ze lekker in de tuin zitten zonnen, want het is mooi weer. Ja. Zoiets of zo, ik weet nog niet. Iets voor jezelf in ieder geval. Of Lian halen, want die is naar het strand. Ja, nou, Lian die heeft geluk dat ze jong is, vrij is en niets heeft te doen. En ik heb geluk dat mijn boek uitgegeven gaat worden. Wow. Ik heb net een video opgenomen, dus mijn hele arm zit vol. Leuk. Leuk, dat soort ideeën altijd. Ik denk altijd van, superleuk idee. En vervolgens ga ik het uitvoeren. En dan denk ik, achteraf misschien toch minder leuk idee. Heb ik dit nou niet gedaan? Maar verder, maakt het ook niet zoveel uit, weet je. Het zit er nu toch op. En de video is volgens mij best wel leuk geworden. Want ik ben weer, ik ben bijna 20 minuten lang aan het praten over helemaal niets. Maar dat zien jullie vanzelf wel. Ik weet nog niet wanneer die online komt. Sorry. Ik hoop snel. En dat. Ik heb weer even niets te zeggen, dus. Eet even vloggen, want anders heb ik dus letterlijk de hele dag alleen maar in de woonkamer gevlogd. Dat vind ik een beetje saai. Ik wil niet op de camera staan. Oké, nu staat Sean op beeld. Gewoon omdat hij het niet wilde. Ik kan je aanklagen. Oké, je woont hier. Je kan niet meer aanklagen. Waarom niet? Mijn saus wordt opgegeten. Nou, volgens mij is je saus op. Sorry, waarschijnlijk kunnen jullie mijn muziek net niet horen. Maar ik kan mijn muziek net wel horen. Yes. Hallo, ik zit te eten. Ja, daarom. Ik ga toch eten. Wij eten trouwens heel simpel. We zijn allebei gaar. Ik ben dood. Ik kom wel mee hoor. Hallo, mama, hoe ga jij het zijn? We gaan vandaag dus we eten patatjes. Ja. Mama, ik wil. Gisteren hadden we pizza. Eten. Even, ik wil patatjes eten. Oké, okay, maar eten we patatjes. Ja, wat eet vanmorgen, Lian? Dan koop jij. Niks. Oké, okay, gewoon omdat het kan, zijn we dit niet aan het filmen. Oké, okay. Hier besef wel dat je in de vreselijke debiel straks in de vlog staat. Je staan dansen. Dat op je hoofd. Ik ben hier waar zij leert erop. Ja man, ik kan je niet alleen laten. Dit komt in een vlog, heb je. Slijp promotie. Slijp promotie. Chicken, nee. Ik ga even een pietje van.
Die heeft echt geluk, want ik heb mijn slaap vermoord gekregen. Ik heb dat lekker in de gedaan. Geen duckfaces. Nee, was dat dan niet mijn soort zwembadduik of zo? Oh, was dat mijn verbaasde gezicht van mijn kinderen dansen? Mijn kind en mijn vriendin. Oké. Vera heeft duidelijk te veel gedronken op het strand vanmiddag. Ik heb gewoon niet gedronken. Helemaal niks? Wel. Oh. Je bedoelt geen alcohol, hoop ik. Nee, dat hoop ik ook. Dat is wel naar beneden. Tuurlijk heeft ze gedronken. Dat is moeilijk. Ik heb een shake that. Every day I'm shuffling. Shuffelen! Oh ja, ik kan niet shuffelen. Zoiets shuffelen. Zoiets nog? Ja, dat kan ook niet. Zoiets, er was het eigenlijk. Kunnen jullie dat niet? Nee, ik moet dat nog doen. Ja! Oké, nu mag ik. Oeh, dance dactyl! Heel erg. Nee, het was niet zo, hè? Dance dactyl! Zit het niet meer? Ja, oké, ze is nu gewoon de salsa aan het dansen. Oké, stop maar. Oké. Nou, dat was. Het prachtige gedans van Vera, mij en op het laatst ook nog even mijn moeder. Zo, ik heb een ijsje en ik heb vandaag geleerd dat ik absoluut geen ijsschepper moet worden. Ook kan ik niets anders zeggen dan dat waar wij altijd ijs gaan halen in Capelle. Waar zo'n knappe gast achter de baan of achter de toonbank staat. Waar gaan we? Altijd met in Capelle waar wij toen ook ijs zijn gaan halen. Dus we gaan er morgenavond. Ik weet niet of die er dan is, waar? Maar het was gewoon, hij is zo knap. Waar? Wanneer? Hij was alleen niet zo oplettend, volgens mij. Maar dat kan ook komen omdat ik erachter, dat ik voor hem stond, hè? Wanneer? Woensdag. Nee, dinsdag was dat, dinsdagavond. Ik stond niet achter de bar. Jij staat nooit achter een bar. Nee, ik had het over die knappe jongen die erachter stond, niet jou. Ik stond er niet achter. Nee, jij stond ervoor. Ik kan niet in de nacht dan. Ja, jij bent geen knappe jongen. Stond dat dan? Ja, maar ik heb dus geleerd dat ik geen ijs moet scheppen. Dat ziet er dan zo uit. En ik heb trouwens ook mijn hoortje gebroken. Er zit hier zo'n scheur. Dat valt niet op. Je wou wel een echte ijsschep? Ja, die hebben we. Moet je nagaan. En zal ik het even leren? Nee, want ik heb nu ijs. Oké.